Dit is onze kando. Maar ja. Rijke die is trouwens 18 juli jarig. Zo, lieve vrienden. Het is al, laat, wat heet laat. Het is, we zien 12 minuten over 2. En we leven op 30 juni. Mijn oudste dochter is vandaag jarig, maar ik heb er helaas geen contact mee. Nou ja, daar moet je vrede mee hebben. Maar in ieder geval, ik weet wel dat ze mij volgt. Dus lieve Annie, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, die draag ik gewoon aan jou op. Ja, de slingers hangen nog, zoals je ziet. Want je weet dat je moeder vorige week jarig was. Dus ja, nogmaals van harte gefeliciteerd, lieve schat. Neem je niks kwalijk hoor. Nee, ik weet hoe en wat. Maar in ieder geval, maakt het er verder niet uit. Ik wens je een hele fijne dag, ondanks het slechte weer. Want dat is mijn bagger, ja. Dat, lieve vrienden, wat de dag mij brengen gaat, weet ik niet. Nee, want het is echt vies rot weer hier. Ik heb het nog niet droog gezien. Ik heb het enkel maar zien regenen en nog eens zien regenen. Non-stop. Ik moet er wel doorheen. De dames willen niet, maar ze moeten. Ja, ik ga nou zeggen van ze moeten. Ik heb het uitgeprobeerd te stellen, maar ze moeten er nou maar eens een keertje eruit. Ook ga ik weer eventjes bij Vroom en de Reesman kijken, maar dat is weer een andere vlog. Dat weten jullie dat ik dat apart doe. En vrijdag wordt het ook even een klein stukje een andere vlog, want dan ga ik naar een erehaag toe van onze liefhebbende kapper van Den Helder, Robert-Jan Oudijk. Dus ja. Die is onverwacht zover ik weet heen gegaan, want morgen was hij nog zover ik weet hoor, via de verhalen. En nog in de zaak aanwezig, toen werd er nog even gezwaaid, inmiddels is hij weg. Dus ja, ik weet niet, ik was er niet bij. Maar in ieder geval wat ik wel weet, dat hij er in ieder geval er niet meer is en dat hij naar de hemel toe is. En iedereen die dit hoort hier in Den Helder en dit leest, of luistert en kijkt op mijn YouTube-kanaal. Heel veel sterkte gewenst. Veel licht en kracht. En vooral voor alle nabestaanden. Dus familie, kennissen, vrienden, kinderen. Vooral kinderen. Er is er eentje bij. Ja, dat vind ik erg. Het is trouwens sowieso erg. Ja. Ik heb er gewoon koud van. Ja. Maar in ieder geval niet getreurd, ik ga door met die banaan. Ik doe een dubbele jas aan, maar dunne jassen. Eerst deze, dan mijn lange dunne jas, daarover mijn lange regenjas. Nou, dan hoop ik dat ik het toch wel even goed behaarlijk heb, want ik heb het koud. Ja, en bij de poort is het 18 graden. En wat ik meende net te zien hebben op mijn telefoon, omdat het 14 graden is. Maar ja, de poort, dat is in de Luwte. Dus ja, ze zeggen, geniet ze. Het is dus vandaag woensdag 30 juni. Zoals ik al zei, want mijn liefhebbende dochter is jarig. En het is 2:15. Dus ja, joezé. Hij fluit, hè? Oh. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis, zoals jullie wel merken en kunnen zien. Want er was niet veel te doen. Ze waren ontrouwd en naar mijn idee hebben ze ook niet veel gedaan met waar ik gisteren het laatste van heb gezien. Dus ja, ik denk door de regen. Ja, maar ze hebben tot vrijdag, dus morgen nog een hele dag te gaan. En ik weet ook niet wat morgen het weer brengen gaat, dat weet ik ook niet, maar dat merken we wel. We gaan nou gewoon weer verder met een normale dag. Ja, er staat er eentje te zeuren, die wil naar boven toe. Nou, dan gaan we dat even doen en dat is onze kando. Mauw. Mauw.
Of wil je eten? Ja, je eten staat er ook in. Ja. Ja, gaat eten. Nou, eet smakelijk. Ja, toch? Ja. Ik heb een oud shirtje aan met een vlinder erop. Maar die is al heel erg oud, want die vlinder behoort eigenlijk wit te zijn. Hij is grijs. Maar het maakt niet uit. Hij zit lekker. Ja, ik denk, nou, moet zeg ik even mijn oude shirtje weer eens aan. Hé, Rijka? Kus voor kont. Je ziet er niet uit. Helemaal ruig je vacht. Maar ja, maakt niet uit. Het is ook een ruige hond. Ja, ik heb mijn haar vanochtend gewassen. Ik weet niet of jullie dat al op hadden gemerkt. Maar ja, ik had mijn capuchon op, want het regende en het regende en het regende. Ik heb eerst de meisjes uitgelaten, een rondje gracht door de regen heen. En toen met de booster weggegaan naar V&D. Dus ja. En dan ga ik even een spelletje doen. Dan ga ik een zilver award maken voor een speciaal iemand voor in de 50PLUS die hem verdient. Die moet vannacht om 12 uur weer online gezet worden door mij. Dus ja, ik heb nog... En dan moet ik nog weer een vlog in elkaar zetten. En dit kleine stukje film van de paddenstoel moet ik nog even op mijn computer. En ja, dan zien we wel weer. Ja, dan plak ik maar aan een ander stuk aan van gisteren. Want ja, een klein stukje film van vandaag, dat plak ik dan wel aan de rest. Ja, en dan zien we morgen wel weer. Hé, jonge dame? 1, 2? 1, 2? Nee? Nee, niet 1, 2. Zie jij jezelf? Ja, hè? Is dat Rijka? Is dat Rijka? Wow. Wilde bras op. Hé? Jo? Schatjes, wilde bras poppie. Hé, ben je wilde bras poppie? Ja. Hé? Tante Polle Woppie. Ben je al nat? Nee, kom je twee? Wil je niet? Nou, dan niet. Nu naar buiten. Buiten regent het hoor. Ja, wil je weer nat? Wat een dikkie. Maar oké, lieve vrienden, ik ga hier lekker mijn gang. En ik spreek jullie later weer. Ja, toch? Doei. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik heb aan het werk geweest, heel druk. Ik heb ook weer een schoonkleed op de bank, schoonkleed in de mand. Alles gezogen, gestoft op twee dingen na. En toen kon ik niet meer. En dat is mijn bureau en dat hoekje van wat van mijn mannetje was. En de eethoek. De rest is schoon. En dat was nog maar, dat is de werk voor de vaatwasser. Maar ik heb nog niet genoeg. Dus dat wachten we nog even mee. En ja, ik ben toch wel weer blij dat het schoon is. Want ja, vrijdag krijgt ze een huishoudelijke zorg. Die ik afgebeld. Om de dood eenvoudige reden. Om Robert Jan verwel te zeggen. Die is naar de hemel toe. En we maken een erehaag voor hem. En ik neem jullie daarin mee. Ja. Dus dat wordt niet een hele echte leuke vlog. Dat wordt een vlog denk ik met verdriet, maar ook met een lach. Ik weet het niet. Ik vind wel als heldenaars dat ik daarbij moet zijn. En om afscheid van hem te nemen op een waardige manier. Dus we gaan er met z'n allen een erehaag maken. En om 1 uur is de planning. En ja, Carolina, die zou om 12 uur komen, ja, dan is ze nog niet klaar. Dus ik heb haar afgebeld. Maar ja, er moet wel wat gedaan worden in mijn huisje. Dus ik heb nou zelf op werk geweest. Want dat zijn toch dingen die zij nog geen weet van hebben dat dat moet. En dan moet je dan met tekst en uitleg geven. Dus ook heb ik het andere spul al in de wasmachine zitten. Die draait al. Wat moet je nou? Je doet me zeer en je maakt me smeren. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Nou, kom dan.
Boef. 1, 2. Zo, je bent dikke boef jij. Ja. Ja, je bent dikke boef. Potverdikke. Ja, dankjewel. Dankjewel hoor. Ja, het is mijn zak. Kleine dikke boefje, dat ben je. Ja, ja. Dus ja, alles met al. Alles is hier. Alles is schoon. De kast, de boel, televisiehoek, alles is schoon. Behalve mijn bureau en de eethoek niet en de alles. Nou ja, morgen weer een dag en misschien vanavond. Dat ligt er helemaal aan hoe ik me voel. En wat ik nog moet doen, want ik ga zo meteen eerst met die Zilveren Award bezig. En daarna pas een vlog, maar tussendoor moet ik de dames nog uitlaten. Ja? Oh. Nee? En ja, aan de poort te zien. Ja, het is even droog geweest, maar of het nou weer begint, of het dat nou net een miezenbuitje even was, ik weet het niet. Maar wij merken het wel. Ja toch? En Elwin die is aan het poetsen en aan het doen. Die is met zichzelf bezig schoon te maken. Dus ja, komt allemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag zolang die nog aanwezig is. Want zometeen om 6 uur, en dat is, het is nu 17:33. En dan om 18 uur, dan gaat de avond in. Dus ik zou zeggen, geniet nog eventjes van je middag, je namiddag, zolang die duurt. En voor vanavond, en tenminste voor straks, smakelijk eten. Bon appetit. En een hele fijne liefdevolle avond. En tot later. Rijka. Ja, dat is zo. Ik heb wel wat in petto allemaal. Dus. Maar of het allemaal lukt gaat, is dan vraag 2. Ja, eigenlijk had ik ook de slingers weg willen hebben, maar ja. Rijka die is trouwens 18 juli jarig. Ja, dat is haar geboortedag. Dus ook hartstikke leuk om even te weten. Ja, 18 juli. Dan wordt ze 2 jaar. Ja, gaat hard die tijd. Of niet dan? Dus ja, lieve vrienden, voor nu deze dag. Het is 1 juli. En we leven om 11:07. En ja, wat weer vergeet ik weer zoals normaal. Welkom bij een gloednieuwe vlog voor Corina en de Beestenboel. Hé? Ja nou? Potverdikkie. Zou je vergeet dat ook iedere keer, hè? Dom vrouwtje, ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van de dag. Geniet van het leven. Geniet van alles wat jullie gaan beleven. Vandaag, op deze, ja, wel een zonnig, maar toch ook een bewolkte dag. Ik heb nog geen regen gezien, maar dat maar wegblijven. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei!